Kunnen ze mij niet gewoon voor één keer eens een lobby geven die nog niet begonnen is? En als ik dan een lobby krijg die pas is begonnen, dan is dat deze kutmap. Hoeveel commentaries heb ik hier al opgemaakt? Deze map is even chaotisch als mijn kamer. Of mijn bureau. Trekt op geen zak, man. En jij gaat liggen en wat denk je daarmee te bereiken, gast? Die er ook al, die staat er... Oh my fucking god, die is wel aan het opletten. Ja, kill mij maar. Kijk, ik zal één keer proberen hierop te spelen, maar dat lukt gewoon niet. Kijk, die staan er met drie te chillen gewoon langs elkaar. Is picnic of wat? Die staan er met drie te chillen, man. What's up, nigga? Godverdomme, man. Eindelijk. Einde fucking luck. Ze moeten mij altijd flashen. Ik kan geen quadfeet halen, maar nee. Nee. Meneer, ik ga flashen. Ja. Jesus, man. Ik ben vandaag aan het ouwen. What the fuck? Oh shit, ja, daar komen ze. Even springen en no-scope. Ja, dat dak staat ervoor. Opa, niet vandaag, kerel. Niet vandaag. Jesus, man. Ik ben goed. Oh shit, dat was mis. Dat was mis. Sorry. Oh, dat was weer mis. Niemand heeft... Oh, kut. Wat gebeurt er? Oh, wat? Ik zit gewoon op een 7 killstreak. What the fuck? Serieus, man. Ik moet hier beginnen op te passen. Ik moet mijn streak gewoon behouden. Oh shit. Niet meer te zeggen. Er is een serieus een alarm aan het afgaan. Net als ik mijn commentary bezig ben. Jesus, mag ik ergens anders een auto stelen? Ik vraag me eigenlijk af, al een paar dagen, ik heb het ook op Twitter gevraagd en niemand die het antwoord eigenlijk weet. Waarom de fuck gebruiken ze de Macarena als themalied van Sinterklaas? En als je erbij stilstaat, what the fuck? Ik bedoel, Sinterklaas als ja, een man met een baard deelt cadeautjes uit en zo. Oké, als er een lied was van... Hey Sinterklaasje, leg maar wat in mijn schoentje. Ja, dat bestaat al, dat weet ik. Hey, dat is logisch, maar de Macarena? Ik bedoel, wat zeggen ze zelfs in dat liedje? Ah, Macarena! Ai! Ah, Macarena! Ai, ai! Ai, ai! Macarena! En ik heb wat research gedaan op YouTube, die clip opgezocht. Misschien komt er een Sinterklaas in voor, maar nee! Fucking dansende Braziliaanse vrouwen! Dat bracht me weer op zo'n YouTube, ja, avontuur, laten we zeggen. Eens dat je op zo'n video komt, al die video's die er langskomen, dat zijn ook zo'n liedjes uit de jaren 90. En dan klik ik daarop en godverdomme, dan komen de traantjes, dan komt de nostalgie, dan hoor ik zo'n liedjes die ik eigenlijk nooit zo opzoek om te beluisteren of nooit op mijn iPod of what the fuck of iPhone, what the fuck ook had. Maar die je dan wel in de achtergrond hoorde toen je klein was. Ik bedoel, dat liedje van de ketchup song van weet ik veel. Ook een of andere Braziliaanse band, zo van, hoe gaat dat? Asere, he, ha, he, he, asere, mo, no, me, na, me, na, me, na, me, na, me, na, me, he. Het was bijna. Maar ik bedoel, dat luisterde ik vroeger, ja. Ik bedoel, dat stond ergens altijd op de radio. Toen ik nog klein was. En dan bedoel ik 2 of 3 jaar. Hé, ik heb gewoon fucking super, Hoppa, volwassen man, ik ben aan het ouwen, niet normaal. What the fuck, man? Wat heet Mark? Niks, ook uw mama is ook heet Mark. Wat? Voilà, dat was de droogste kill ever, maar goed. Wat ik dus wou zeggen... Ik heb superveel ongeluk, dat weten jullie ook. En gisteren wou ik een commentary maken en ik had niet veel tijd. Ach, godverdamme! En ik had al lang geen video geüpload, dus ik wou een nieuwe commentary opnemen. En net als ik mijn commentary wil opnemen op Ghosts... En nee, dat was 2 dagen geleden. Dus, opnieuw, net als ik mijn commentary moet opnemen op Ghosts, crasht mijn Ghost constant. Mijn Call of Duty Ghost op PlayStation 4, het crasht constant. God weet wat er fucking aan de hand was, ik weet het niet. Maar ja, het crashte dus, ik kon niet spelen. Goed, de dag erna, gisteren dus, wou ik
ghost, een ghost commentary maken. Ik zeg het nogmaals, ik had niet veel tijd. Ik moet voor mijn examens beginnen te leren. Ik bedoel, ik heb nog 10 vakken of zo die ik moet gaan kopiëren en bijschrijven omdat ik geen fuck heb gedaan. En ja, dat ziet er niet zo goed uit. Maar gisteren wou ik dus beginnen met mijn... wou ik zeggen. Maar gisteren wou ik dus beginnen nog eens voor de tweede keer, goede keer, om een ghost video op te nemen. En ik had niet veel tijd. Ja, wat gebeurt er dan? Er is een update op PlayStation 4. En ik krijg die niet geüpdate. Weer al een fucking fout. Vandaag, opnieuw. Ik heb niet veel tijd. Ik kon nog dingen doen. En ja, je kunt het al raden. Ghost werkt. Het crasht niet. PlayStation 4 update is geüpdate. Dat duurde ook al even. 5 minuten ook al kwijt. Dus dat werkte. En dat is wat er dan aan de hand is. Mijn PlayStation Plus is verstreken. Like, what the fuck? Juist vandaag moet dit gebeuren. En ik vond het raar toen ik mijn PlayStation 4 heb gekocht. Pas vandaag moest ik mijn PlayStation Plus opnieuw aankopen. Dat is al 5 maanden later. En ik heb nooit 5 maanden PlayStation Plus gekocht. Ik heb altijd voor 1 maand gekocht. 1 keer 1 maand. Godverdomme, weet je waar ik ben achtergekomen? Dat PlayStation gewoon altijd geld afneemt als je een nieuwe maand... als de nieuwe maand begint. Zo blijf je betalen voor PlayStation Plus zonder dat je het weet. Maar goed, nu komt het. Ik wou mijn PlayStation Plus betalen, ik wou een nieuwe maand aankopen. Voor 1 maand kost het €6,99, want ik ga niet voor meer maanden kopen, aangezien ik over een maandje naar Polen ga. Kan zijn dat dat voor 3 weken is, dan gooi ik weer €7 weg, omdat ik dan een maand geen PlayStation ga spelen. Dus ik wou voor 1 maand kopen, €6,99. Raad eens hoeveel er op mijn PayPal staat. Je moest eens raden. €6,12. Hopla, kom bij papa, vriend. Kom bij papa, je moet niet weglopen. Je moet niet weglopen. Waar de fuck is die naartoe? Oh, daar. Oké, die hebben we ook al. Goed. Ik wou eigenlijk nog iets vertellen, want holy shit, vandaag heb ik veel te vertellen. Maar goed, ik was dus op zoek naar een liedje. Waar ik niet op kon komen. Ik wist wel hoe het ging. Maar ik was de titel vergeten, de artiest vergeten. En je weet hoe pijnlijk dat is als je een liedje in je kop hebt en je wilt het zoeken. En ik ben echt al 2 of 3 weken ernaar op zoek gegaan. Want het kwam ooit eens in een face-montage. Nu, op een of andere wonderbaarlijke manier heb ik het teruggevonden. Holy fuck, ik was blij. Want het is eigenlijk een fucking goed liedje. Als je het liedje wil weten, het staat in de beschrijving. Klik gewoon op die link. Ik zal misschien het liedje als outro-muziek gebruiken. Wie weet. Oh, holy shit. En ik zie dat mijn dingen is aan... En ik zie dat mijn camera is aan het dingen. Hoe noemt dat? Batterij van de camera is aan het opgaan, dus zo dadelijk verdwijnt mijn gezicht. Het is onze laatste seconde. Never let go, Jack!